Als je voor deze groep de belangen wil behartigen, als je mee overleg wil voeren, als je mee samen met de overheid een stuk het beleid wil bepalen en meehelpen uitvoeren. En het is belangrijk dat dat ook blijft gebeuren. Nu, we weten dat de armoedecijfers niet echt de goede richting uitgaan. En nochtans, we hebben in Vlaanderen met het Pact 2020 bijzonder ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Tegen 2020 willen we de kinderarmoede halveren en we willen het algemeen armoederisico met 30% terugdringen. Wel, daar is zeer veel werk aan de winkel en het netwerk moet zijn rol daar blijven in opnemen en de politiek, het beleid, maar ook de samenleving daarop blijven attent maken. Misschien is er een opportuniteit met de zesde staatshervorming waar nieuwe middelen en bevoegdheden naar Vlaanderen komen en misschien kunnen die op een zodanige manier aangewend worden om deze armoedecijfers te laten dalen. Ik denk ook dat het netwerk tegen armoede er moet blijven zorg voor dragen dat de stem van al die mensen, dat die blijft gehoord worden. Dat blijft ontzettend belangrijk voor de toekomst. En misschien tenslotte meer voor zorgen dat de overheden op alle niveaus, dat die vanuit eenzelfde visie en vanuit eenzelfde aanpak dat armoederisico te lijf gaan. Ja, ik wil even